hele goedemiddag allemaal. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Hermeneutics. Vandaag sta ik hier bij de Revival. Zoals je ziet, Arjen Evie Knevel met ons hier bij de geweldige Revival Deal. Heeft u het gemist? Zorg je niet, of mag geen zorgen. Want zorg ervoor dat je de volgende keer dan wel aanwezig bent bij de Revival. Nou, ik ben enthousiast, maar er zijn natuurlijk ook wat aantal nieuwspunten. Een aantal wat ik met u ga mededelen. Het eerste wat ik wil vertellen gaat over de discipelschaptraining. En u weet, nu al sinds een aantal weken is het nieuwe kast van de discipelschaptraining ook alweer van start gegaan. U kunt zich nog steeds inschrijven voor de discipelschaptraining. Dus het is niet moeilijk, het is niet erg om dat te laten doen. Kom nog steeds inschrijven voor de discipelschaptraining. U kunt dan aansluiten bij de zaterdagochtendklasse. Ja, hier in het Christenmeetjaar, maar natuurlijk staat dat om 10 uur in de ochtend. U bent van harte welkom. Laat het even weten. Schrijf u een naam of een inschrijfformulier in de kibbutz. Daar kunt u alles daarover kwijt. En naast de discipelschaptraining wil ik u ook nog even bemoedigen om de gebedskamer te gebruiken. We weten al sinds de opening van de kibbutz dat wij een gebedskamer hebben. En deze gebedskamer die is er natuurlijk voor om in stille tijd te komen tot de Heer. Om daar gewoon te doen wat u leuk vindt. Om te bidden. En zoals ook 1 Thessalonians 5, 6, vers 17 zegt. Bid zonder oponthoud. Laten wij ook gaan bidden. Kom met stille tijd. Neem uw tijd. Ga gewoon rustig in de gebedskamer. Maar ik wil broeders en zussen bemoedigen om gebruik te maken van die kamer. En zorg ervoor dat u dus komt in de vrijmoedigheid ook bij de Heer. Nou, het laatste wat ik met u wil mededelen gaat over de doopdienst uiteraard. En de doopdienst zal weer plaatsvinden 19 juli. En 19 juli zal de doopdienst plaatsvinden in de Christelijke Gemeente Hermon. Bent u nog niet gedoopt of weet u nog niet helemaal wat doop inhoudt, dan wil ik u graag bemoedigen. Want kom dan ook naar deze doopdienst. Want u kunt dan gebruik maken ook van een meer informatieve avond. Dan pastor Dias u ook natuurlijk gaan uitleggen wat de doop dan precies inhoudt. Dan zorg ervoor dat u dus u zich aanmeldt, ook in de kibbutz, geef even aan. Nou, ik ben ooit vroeger wel eens besprenkeld misschien, maar nooit echt gedoopt. Nooit echt mijn leven gegeven om opnieuw ondergedompeld te worden. Dan doe dat en schrijf uw naam op de inschrijfformulier in de kibbutz. Nou, dit was even voor nu alle nieuwspunten. Ik wil u een hele gezegende week toewensen. En ik ga nog even genieten van de geweldige revival die we vanavond hebben. Zorg dat u de volgende keer bij bent. God zegen. Knap. Weet je, ik hou van proclamatie. Take 3. 3, 2, 1, actie. Hallo allemaal. Goeiedag. Ik ben Meldy. Ik wil getuigenis geven over discipleschap training. Hoe interessant ya, om discipleschap training te volgen. Vroeger, dat ik altijd we hebben programma in de kerk en dan tot laat di programma tot laat en dan ya ik dah ya mensen te moet begrijpen ik ben moe ya ik kan iets doen morgen maar ik kwam maar samen met andere mensen maar toen ik begrijp die woord breng geen schade voor mensen en dan doe ik gewoon met plezier hoe praktiseren wij die woord van God en dan ya goed. Waar mensen toch ervaren en dan ze zeggen, Meldy, dank je wel dat jij jouw deal hebt gedaan. Zo. Ja, wat doe je? Ja, al. Wat moet ik nog even? Ja. Ja, dan moet je wel afsluiting geven dan. Niet in hoe afsluiting? Dat je gedeeld hebt gedaan. Ja, zo. Nou, geef een afleiding dan. Goed dan. Ik wil jullie bemoedigen om discipleschap training te volgen. Schrijf je in, oké? Okay? May I have this? No. Why don't you get something special for Grandpa?
I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay? When we can afford it? Last time you said that. If you don't want this, I'll take it back. Hey. Hello. This is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want this one! By the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him, the man in the queue. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? May I know your name, mister? Well, I'm the man in the queue. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. Aiyah, you shouldn't have spent the money. Actually, a Kaiman paid for it. Give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. Simple act of caring creates an endless ripple. That comes back to you.